Ino is vreemd genoeg een non-musician. In welke muzikant. Tent? Hij maakt heel veel ambient en het is een producent van heel veel bands. Zegt. Het zijn voor mij vaak enorme eye-openers, maar ook de manier hoe die muziek componeert of niet componeert, want soms legt hij gewoon patronen over elkaar en hij snijdt er een stuk uit en dat zet hij op een cd. En vaak die spontane momenten, die vind ik het inspirerend. En dat is, zo probeer ik zelf ook te werken, dus patronen over elkaar te leggen en te zien, vooral te kijken wat er gebeurt. Zonder dat je het zelf helemaal gaat invullen met je eigen hoofd. Want eerlijk gezegd, alles wat in je eigen hoofd zit, dat ken je al. Dus waarom zou je daar verder gaan zoeken? Het is veel interessanter wat er buiten is en wat je nog niet kent. Net zoals synesthesie, dus dat je geluiden hoort en daarbij zie je beelden en vormen en kleuren en dingen. Ik heb zo'n soort gevoel al heel sterk bij zijn muziek. Als ik zijn muziek hoor, dan gaan bij mij allerlei radertjes draaien en krijg ik ideeën en zie ik eigenlijk bewegende schilderijen voor me. En eigenlijk is dat waarom ik film. Dit nummer, Mea Culpa, dat heeft een soort industrieel dwingend karakter. Een soort, maar er zit ook een soort goddelijke stem, commandeert daar doorheen. Alsof die iets van bovenaf bestuurt. Het is een soort... Ik hoor een soort hele dreigende oorlogsstem hoor ik daar. En ik hoor ondertussen een soort machine, die hoor ik daar iets produceren. En ineens zag ik daar allerlei kleine soldaatjes en dingen en radertjes. En die radars, dat werden een soort hakenkruisen die in elkaar vielen. En het begon zich zo, er begon een hele machine te ontstaan. En eigenlijk vanuit dat muziekstuk is Frankenstein's Army geboren. Ik ga dat even opzoeken. Ik heb hier ook een demo van. Die is heel spooky. Is nog spookier dan dit al? Ja, die gaat ook heel langzaam. En die is nog simpeler en heel dwingend. Zie je? Ik hoor hier een soort... Het is natuurlijk Ino natuurlijk. Het is een soort... Allerlei deeltjes die botsen met elkaar. Elektriciteit dingetjes. Heel veel gebruikmaking van het stereobeeld. Ja, het is heel strikt en streng ook. Het is heel erg geknipt. Maar hier krijg je dus wat meer nazi-associaties bij. Ja, oorlog-associaties en een machine. Ik zag een machine vormen en ik zag ook de elektromagnetische deeltjes met elkaar botsen en gedragen. Al die deeltjes, het werden soldaatjes. Dus ik zag eigenlijk energie als een leger. En toen dacht ik, hey, maar zo werkt ook een army. Ja, het is niet zoals als een stroom soldaten waarmee je een doorbraak forceert. Hetzelfde als hoe deeltjes met elkaar gedragen. Weet je, het is alleen een kwestie van organiseren. En dan heb je je force. Dus ik dacht, hey, Frankenstein elektriciteit.
En dat manifesteert zich dan letterlijk in karakters. Dus ik dacht, de microwereld in combinatie met de macrowereld. Eigenlijk alle ideeën die ik krijg, krijg ik door inderdaad te luisteren, door dingen over elkaar heen te leggen of ja, tijdens andere dingen, behalve tijdens schrijven. Schrijven is alleen maar output. Dan ben je je gedachten aan het ordenen en geef je daarmee gestalte. Maar het zoeken naar ideeën doe je elders. Dat moet je buiten doen, niet binnen. Had je een stiekem muzikant willen worden? Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, niet dit. En wat is het? Het is een trompet. Een trompet? Ja. Alleen is een man die zingt door zijn trompet. Die zingt door zijn trompet? Ja. Gaaf, hè? Maar dan is muziek ook een belangrijke inspiratie, ja, voor je dan film zelf. Ja, 100%. Ja. Ik denk, zonder muziek was ik nooit gaan filmen en misschien zelfs nooit gaan schilderen. Als je bijvoorbeeld titels schildert, want je hebt bijvoorbeeld voor Brian Houston, ja, heel veel titels gemaakt. Ja. Ben je dan ook bezig met muziek in je hoofd? Of ben je dan meer met Yusna bezig? Nee, ben ik alleen maar met muziek bezig. Of zelfs geluiden of klanken meer. Akkoorden bijna. Dus een soort, weet je, een soort bepaalde toonhoogte. Toen ik voor Deken ging werken van Stuart Gordon, was ik heel erg onder water, weet je wel. Dus heel erg diep, heel erg donkerzwart, waar je nog maar net licht zat. En dan zoek je het ook qua geluiden, dus ga je daar zoeken. Dus je zoekt naar toon die je bijna niet meer kan horen. En dan ga je proberen te zien wat daar is. En jammer genoeg heb ik daar niks van in die film kunnen leggen. Ik heb heel veel voor geschetst, maar het paste niet in het script. Dat vond ik wel jammer. Jammer, ja. Ja. Hoe ben je zo bij Brian Houston gekomen? Ik heb hem ontmoet in Amsterdam. En hij zag tekeningen van mij. En hij zat zoiets van, hey, kan jij niet voor Faust gaan werken? Dit is een Spaanse film, was dat dan? Ja, en ik heb toen een paar weken in Barcelona gezeten. Een periode van drie. En heel intensief aan Faust gewerkt. En vond het ongelooflijk ingewikkeld. En toen heb ik wel een hele hechte vriendschap ontwikkeld met Brian. Ik kon steeds minder geld voor een titelsequentie, steeds minder tijd en steeds minder begrip. En ik heb zoiets van, weet je, het is vaak iets waarin mensen kunnen laten zien dat ze van film houden en die zijn bereid om met de titelsequentie heel erg te investeren en, weet je, echt iets moois van te maken, maar er is gewoon geen geduld meer voor. Misschien even voor de kijkers makkelijk om even, wat is precies een titelsequentie voor? Ja, titelsequentie is eigenlijk titelsequentie, wat ik van de titelsequentie vind, is een soort presentatie van de film, een soort van voorblad waar je dus de credits laat zien van de belangrijkste spelers en producenten en financiers, executives. En dat in een mooie presentatie, omdat je dan met een bepaald voorgevoel de film in wordt geloodst. Ja. Je wordt als het ware geneutraliseerd, weet je. Het is een voorgerecht, zodat je het hoofdgerecht beter kan proeven. En wat was de mooiste titelsequentie voor jezelf die je dan hebt kunnen doen? Want je hebt ook nog behoorlijk, From Beyond is toch ook in de horrorwereld nog een behoorlijke film geworden. Ja, ik denk toch dat het die is. Ja? Daar heb ik echt lopen trippen op de tekeningen. En heb je natuurlijk bij Beyond Reanimate, want ik zei net From Beyond, de Big Man, dat is natuurlijk een andere, dat is wat je recorden, maar ik bedoel eigenlijk... Ja, From Beyond. Beyond Reanimate. Ja. Want de originele Reanimate, dat is natuurlijk wel een hele inspirerende intro-titel geweest. Ja, precies. Ja. Eigenlijk dacht ik, ja, maar ik kan helemaal niet verder dan die. En, maar toen, omdat ik zelf, ik heb een enorme voorliefde voor anatomie, ook op academie. Ik heb in Dijkzicht gewerkt met echte lichamen en zo, om die spiermassa's maar in mijn hoofd te krijgen. Maar dus heel veel kon ik direct ontlenen uit mijn studie van echte lichamen. Maar ik dacht van, ja, maar alleen dat is niet leuk. Ik ga dus bewijzen dus dat je, ik ga wetenschappelijk vastleggen dus dat je anti-anatomie kan maken. Dus dingen letterlijk verkeerd in elkaar gaan zetten.
En dat ga ik uitwerken tot in detail. En dat heb ik gedaan. Ik heb hoofden aan armen gemaakt en zo. En al die spieren met elkaar verbonden. En die aders en zo. En daar had ik ineens heel veel schik in. Want dan breng je het weer een stap verder dan alleen maar anatomie. Dus een wetenschappelijke benadering wordt ineens fantasie. Op een wetenschappelijke manier. Ja, dat, ik weet niet, dat is gewoon, het is spelen, weet je. Het is gewoon spelen.